Goedenavond. Vanavond een nieuwe aflevering van Throwback Wednesday. Ik weet dat het tof is om terug te gaan naar die momenten die zo krachtig zijn geweest. En vanavond gaan we terug naar 2017, toen pastor Jeffrey Rachman bij ons was. Hij sprak over how God works, hoe God werkt. Weet je wat zo mooi is om ook vandaag de dag te duiken in die dingen die God ons wil laten zien, die hij ons wil leren. En get ready, zou ik zeggen, voor een krachtig woord. Zorg ervoor dat je je notebook bij de hand hebt, je koffie bij de hand. En laten we ons klaarmaken om te ontvangen wat God toen al heeft gesproken, wat vandaag de dag in ons leven zo relevant en krachtig is. How God works. Are you ready for the word? Ben je klaar voor het woord? Okay, let's pray. Father God, we just thank you for today. Vader, we danken u voor vandaag. Thank you for the opportunity that we have to gather together worshiping you. Dank u voor de mogelijkheid die we hebben om samen te komen en u te aanbidden. I pray that you help us to understand your word. En ik bid dat u ons helpt om uw woord te begrijpen. Bless us, give us new revelation. Om ons te zegenen en ons nieuwe openbaring te geven. And we give you all the glory in Jesus. We geven u alle eer in Jezus naam. Amen. Amen. Well, if you have your Bible or your notes, I believe that you need to write a lot of things down. Als je je Bijbel bij je hebt of als je aantekeningen maakt, dan is het goed om veel op te schrijven. This revelation I got about 2 years ago. En deze openbaring heb ik ongeveer 2 jaar geleden ontvangen. But I never really shared it much until recently. En ik heb er nooit zo heel veel over gedeeld tot vandaag, tot recent. Even my wife now asked me to write a book about this. En mijn vrouw heeft me nu gevraagd om een boek hierover te schrijven. So if your wife asks you to write, then probably I'm gonna write. Als je vrouw jou vraagt om iets te schrijven, dan moet je waarschijnlijk gaan schrijven. God is eternal. God is eeuwig. What does it mean by that is that God is not limited by time. En wat dat betekent is dat God niet beperkt wordt door tijd. So God is never too early. Dus God is nooit te vroeg. He is never in a hurry. Hij heeft nooit haast. He is never late. Hij is nooit te laat. But on the other hand, we here living on earth, we are limited by time. Maar wij aan de andere kant op aarde zijn wel beperkt door de tijd. We only have 24 hours a day, regardless who we are. En we hebben alleen maar 24 uur in onze dag, maakt niet uit wie we zijn. So we know what it is to be late. Dus we weten wat het is om laat te zijn. We know what it is to be too early. We weten wat het is om te vroeg te zijn. But this is not the question. How do we understand God? Maar de vraag is hoe begrijpen wij God? Because he is in another realm. Want hij zich in een heel andere dimensie bevindt dan wij. He knows no time. Hij kent geen tijd. But we are here limited by time. Maar wij zijn hier toch gelimiteerd door de tijd. How can we know how he works? Hoe weten we dan hoe hij werkt? Because he knows no time. Omdat hij die tijd niet kent. That's why the Bible says one day in God's time probably 1,000 days for us. Daarom zegt de Bijbel 1 dag voor God is als 1,000 dagen voor ons. Because he is in another realm. Omdat hij zich in een heel andere dimensie bevindt. How can we understand how he works? En hoe begrijpen we dan hoe hij werkt? I'm glad you asked. Ik ben blij dat je die vraag stelt. I found in Revelation chapter 22 verse 13. En ik heb in Openbaring 22 vers 13 ontdekt that the scriptures is using time to introduce God. Dat de Bijbel tijd gebruikt om God te introduceren. To help us understand him and understand how he works. Om hem zodat wij beter begrijpen hoe hij werkt en wie hij is. Because it says, I am the Alpha and the Omega. Omdat het zegt, ik ben de Alpha en Omega. The first and the last. De eerste en de laatste. The beginning and the end. Het begin en het eind. What does it mean by that? En wat wordt daarmee bedoeld? It means that he can see the end from the beginning. Dat betekent dat hij het eind vanaf het begin kan zien. And he can also see the beginning from the end. En hij kan ook het begin vanaf het eind zien. He can see the end from the start. Hij kan het eind zien vanaf het begin. And he can see the start from the end. Hij kan de start zien vanaf het eind. It also means that he can see the future from now. Betekent ook dat hij de toekomst vanaf nu kan zien. And he can also see now from the future. En hij kan ook nu zien vanuit de toekomst. That's why
I'm glad when I see this because the scripture is using time to explain God. En daarom ben ik blij als ik dit zie, omdat de Bijbel die tijd gebruikt om God uit te leggen. So with that thought in mind, dus met deze gedachte. Go with me to Matthew chapter 13, verse 31 and 32. Laten we gaan naar Matthäus 13, vers 31 en 32. You can read it, please. Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder die planten. Het wordt een struik en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. So here Jesus explained how the kingdom of God works. En hier zie je dat Jezus uitlegt hoe het koninkrijk van God werkt. So I have here a picture of a tree. Ik heb hier een plaatje van een boom. And I'm glad that you now having a series of Rooted. En ik vind het mooi dat jullie een serie hebben over Rooted. Well, I didn't know about this until just now, this morning. En ik wist niet totdat Jozef mij daarover vertelde. So I wish that I can help add something into the series. En ik hoop en ik verlang ernaar dat we hier iets aan kunnen toevoegen. And I just forgot that this is actually being livestreamed to Rotterdam and Tilburg. En ik ben een beetje vergeten, maar we streamen ook naar Rotterdam en Tilburg. So all the people in Rotterdam and Tilburg, be blessed. Dus iedereen in Rotterdam en Tilburg, wees gezegend. Amen. So this is a picture of a tree. I took this picture when I was having holiday with my wife. Somewhere in Italy. En deze foto heb ik gemaakt op vakantie toen ik daar met mijn vrouw was, ergens in Italië. Well, I just don't know why I took this picture. Ik weet niet precies waarom ik deze foto heb gemaakt. But I just want to take it. Maar ik wilde dat gewoon doen. But now I use this picture wherever I preach. Maar nu gebruik ik die foto waar ik dan ook spreek. Yeah, this is a picture of an orange tree. En weet je, dit plaatje, deze foto van een sinaasappelboom. So let's suppose you ask God and you pray to God to have this tree that bear oranges in the future. En stel je voor dat je God zou vragen en bidden om zo'n boom te mogen hebben die vruchten draagt, die sinaasappels draagt in de toekomst. What would you think the answer of your prayer gonna be like? Wat denk je dat het antwoord op je gebed, hoe zou dat eruit zien? He can see the future. Hij kan de toekomst zien. From now. Vanaf nu. And he can see now from the future. En hij kan ook nu zien vanuit de toekomst. No, there is a request from you asking him to give you this tree with all the fruits in the future. En er is nu dus een aanvraag van jou gekomen om deze boom te willen hebben met alle vruchten die je draagt in de toekomst. What would the answer of your prayer would be? Dus hoe zou het antwoord op jouw gebed er dan uitzien? I want you to use your imagination for a moment. Ik wil dat je even je voorstellingsvermogen gebruikt. This is how God answers your prayer. Dit is hoe God jouw gebed beantwoordt. He will go to the future. Hij zal gaan naar de toekomst. And then he wrap this tree and all the fruits up. En hij zal dan deze boom uit de toekomst inpakken, alle vruchten eraan. And he squeeze it. En hij propt dat into a small package. In een klein pakketje. And he move from future to now. En hij neemt dat mee vanuit de toekomst naar nu. And then he give you this. En dan geeft hij jou dit. So again. Dus nog een keer. He goes to the future. Hij gaat naar de toekomst. He wrap all this tree and all its fruits up. Deze boom met al zijn vruchten die pakt hij in. Into a very small package. En die propt hij in een heel klein pakketje. And then he move from future to now. Dan komt hij uit de toekomst naar nu. From omega to the alpha. Van omega naar alpha. And then he give you the answer of your prayer. Het antwoord op jouw gebed. He said, "Here we go." Hij zegt, daar heb je hem. And when he give it to you, he is very excited. En als hij dat aan jou geeft, is hij daar heel enthousiast over. Because he knows what this in the future will Want be hij like. Weet wat dit is in de toekomst.
But on the other hand, you are not that excited to receive this. Aan de andere kant ben jij niet per se zo enthousiast om dit zaadje te ontvangen. You will say, what is this, Lord? En je zegt, Heer, wat is dat? I asked for that. Ik vroeg voor dat. Did you hear my prayer? Heeft u mijn gebed niet gehoord? Do you understand my prayer? Begrijpt u mijn gebed? I asked for that huge tree with all its fruits. Ik bad voor die mooie boom met al die vruchten. And all that you can give is this. Maar alles wat u mij geeft is dan dit. What is this? Wat is dat? So we fail to understand how God works. Dus het lukt ons dan niet om te begrijpen hoe God werkt. And that's why Ecclesiastes 3 verse 11 says. En daarom zegt Klaagliederen 3 vers 11 Prediker. He has made everything beautiful in his time. Hij heeft alles mooi gemaakt in zijn tijd. Also he has put eternity into man's heart. En hij heeft ook de mens de eeuwigheid in het hart van de mensen gelegd. Yet so he cannot find out what God has done from the beginning to the end. Maar toch kan niemand lukt het niemand om te ontdekken wat God heeft gedaan van het begin tot het eind. And that's our problem, isn't it? Dat is ons probleem ook, toch? We cannot comprehend what God has done from the beginning to the end. Dat we niet goed kunnen begrijpen wat God heeft gedaan van het begin tot het eind. But the reality is from this small seed. Maar de realiteit is dat vanuit dit kleine zaadje. If you plant it. Als je dat zaait. It will grow into that. Dan groeit dat daarin. Plant. In die plant en in die boom. In the future. In de toekomst. And in life, how many times? En hoe vaak is het in ons leven? I heard someone praying to God, crying out to God, asking for big help. Dat we iemand horen die het uitroept naar God of voor hulp en voor grote problemen. Maybe you too have prayed to God for a big miracle. Misschien heb jij ook wel uitgeroepen naar God voor een groot wonder. Or you pray for a successful business. Of misschien voor een succesvolle zaak. Or you pray for a promotion for your life. Of voor een promotie voor jouw leven. Or you ask for to have a great ministry. Je bidt voor een mooie bediening. Or you pray for a financial breakthrough of in life. Voor een financiële doorbraak in je leven. And then you fail to understand. En dan lukt het je niet om te begrijpen. Because the answer of your prayer. Omdat het antwoord van jouw gebed is very small. Heel klein is. If you can only hear God's response to you. Als je Gods reactie zou kunnen horen. He will say, that's it. Hij zegt dan, dat is het. This is it that you need. Dit is wat je nodig hebt. You asked for that. Je hebt daarvoor gevraagd. This is it that you need. Dit is het antwoord dat je nodig hebt. I give you all that you want. En ik heb al alles gegeven wat je nodig hebt. All you need to do is sowing the seed. En alles wat je moet doen is het zaadje te zaaien. And I'm here to tell you that how many times God has put seeds in our hands. En ik ben hier om te vertellen hoe vaak het is dat God zaad in je hand heeft. But it is so small that we don't take it seriously. Maar het is zo klein dat we dat niet altijd serieus nemen. It is so small that we never grateful for. En dan is het zo klein dat we er niet dankbaar voor zijn. The seed can be in the form of small responsibility. Het zaad kan liggen in de vorm van een kleine verantwoordelijkheid. The seed can be in the form of small money. Het kan zijn in een kleine hoeveelheid geld. Or small job. Of een kleine baan. But we fail to understand. Maar dan begrijpen we het niet goed. We are not grateful with what God has put in our hands. Dat we dan niet dankbaar zijn voor datgene wat God in onze handen heeft gelegd. And that's why our breakthrough never came. En daarom komt die doorbraak uiteindelijk ook nooit. Because we don't think that out of this small thing. Omdat we niet denken dat uit dat kleine ding. Out of the little responsibility. Uit de kleine verantwoordelijkheid. Out of the small job or small money can produce something great for the future. De weinige betekenende baan of de kleine hoeveelheid geld dat daar een grote doorbraak uit kan voortkomen. So many times we fail to understand how God works from the beginning until the end. En zo vaak lukt het ons niet om te begrijpen hoe God werkt van het begin tot het eind. That's why Jesus gave us this parable so that we can understand, help us understand how the concept of the kingdom of God. En daarom geeft God ons deze gelijkenis, zodat we dat concept van Gods koninkrijk leren begrijpen. The same thing happened when we face a big problem. Hetzelfde is als we een groot probleem voor ons hebben. The answer to solve that problem usually come in a very small package. Het antwoord very small ideas. Het antwoord het antwoord op ons gebeden komt weer in een klein pakketje. I give you a few examples. Ik wil je een paar voorbeelden geven.
King Saul and his army were very mighty. Koning Saul en zijn leger waren machtig. They were always win the war that they are in. En in hun tijd, ze wonnen die strijd altijd. They were unbeatable. Ze waren onverslaanbaar. But one day they were challenged by a huge guy named Goliath. Maar op een dag werden ze uitgedaagd door een grote man die heette Goliath. And they were so afraid, so intimidated by Goliath. Ze werden zo geïntimideerd en ze werden bang van Goliath. Why? All of a sudden they forgot all of their winning. En hoe komt dat dat ze opeens al hun overwinningen vergeten waren? Because they thought that in their army, in their camp, in their group, they have no one as big as Goliath. Dat was omdat de gedachte het overnam dat ze niemand hadden die ook zo groot was als Goliath was. Because we have this tendency to solve a big problem, we need to come up with something even bigger. Want wij hebben de neiging om een groot probleem te moeten willen oplossen met een antwoord dat minstens zo groot is. But when finally David came in. Maar on toen the scene, David aankwam daar op het strijdtoneel. David was very small. David was heel klein. And he didn't use a sword. Hij gebruikte geen zwaard. He didn't use the army costumes that King Saul gave him. Hij gebruikte niet het harnas dat koning Saul hem zelf uitleende. He picked only 5 small stones. Hij nam alleen 5 kleine stenen. And used only one to kill Goliath. Hij had er maar eentje nodig om Goliath te doden. See, Saul and his army obviously didn't think that out of a very small thing can beat the giant Goliath. En wat het probleem was dat koning Saul en zijn leger niet hadden gedacht dat vanuit dat kleine het uiteindelijk de overwinning lag op Goliath. Are you good so far? Volg je het nog? Remember how Jesus fed 5,000 people? En dan weet je nog hoe Jezus 5,000 mensen te eten gaf? Remember that? Weet je nog? His disciple asked Jesus to send the crowd away to buy food because it's already late. Wanneer zijn discipelen op pad gestuurd worden om eten te halen omdat het al laat is. But Jesus said to them, they don't need to go. Maar de discipelen wilden de mensen wegsturen. Jezus zegt dat is niet nodig. But you have to give them food. Jullie moeten ze eten geven. And all of a sudden, all of his disciples think. En op dat moment denken al zijn discipelen. And Philip said it out loud. En ze zeggen het ook hardop. He said, how much money? Ze zeggen, hoeveel geld kost dat? Do we need to feed all these people? Hoeveel hebben we nodig om al die mensen te eten even te geven? Even if we have the money, it's not enough. Zelfs als we het geld hebben, is dat niet genoeg. But finally, only 5 loaves of bread and 2 fish. Maar uiteindelijk waren alleen die 5 broden en 2 vissen. It's actually a lunch box of a little kid. Het was gewoon een lunchpakketje van een jong jongetje. And Jesus said, that's enough. En Jezus zei toen, dat is genoeg. Because he understand the way the kingdom of God works. Omdat hij wist hoe het koninkrijk van God werkte. If he rejected that, als hij dat zou hebben afgewezen, then I would not believe him. Dan zou ik hem nooit hebben geloofd. But because he accepted that, maar omdat hij dat accepteerde, because he has understanding how the kingdom of God works. Omdat hij begrijpt hoe Gods koninkrijk werkt. He said, That little last box, that's enough. Give zegt it to hij me. Dat kleine lunchpakketje is genoeg. Geef maar. And the miracle happened. En het wonder gebeurde daaruit. How many times in life people come up to me asking me for a key to success? Hoe vaak is het zo in het leven dat mensen naar me toe komen vragend om een sleutel van succes? Almost every time pastors came up to me and asked me, what is the key to growing a church? En bijna elke keer als ik pastors spreek, vragen ze, wat is de sleutel om een kerk te doen groeien? What is the key to have a successful ministry? Wat is de sleutel om een succesvolle bediening te hebben? Or I speak regularly to business guys. Business people like also to ask me, what is the key to have a good business. En vaak vragen zakenmensen hetzelfde. Wat is nou die sleutel om een goed bedrijf te runnen? Or we have great marriages. My wife is over there. En mijn vrouw is daar in het mooie huwelijk. And we often do a marriage seminar and people like to ask us, what is the key to have
a great marriage. En vaak geven wij huwelijksseminars en dan vragen mensen vaak: wat is nou die sleutel om een goed huwelijk te hebben? People like to ask for the key, isn't it? Mensen willen vaak die sleutel hebben. And they are ready to take notes. What's the key to success? En dan zijn we er klaar voor om dat antwoord op te schrijven en te ontvangen. My answer is always the same. Maar het antwoord is altijd hetzelfde. The key to open a door is always small. De sleutel om een deur te openen is altijd klein. I've never seen a key as big as the door. Ik heb nog nooit gezien dat een sleutel zo groot was als de deur. So the door of your success might be big, but the key is always small. Dus de deur van het succes die zou misschien groot kunnen zijn, maar de sleutel is altijd klein. So I told them to look for the smallest thing in life. Dus ik zeg ze altijd: kijk naar die kleine dingen in het leven. Because that can unlock your success. Want dat kan jouw succes vrijzetten. I told them to fix the little thing that they oftentimes overlook. En ik heb gezegd dat ze die kleine dingetjes moeten fixen waar ze vaak overheen kijken. Be a master in paying attention to a little detail. Wees een meester in het aandacht geven aan die kleine details. Isn't it true that in marriage relationship oftentimes not the big things but the little things that create the intimacy between husband and wife? Want het is toch zo dat in een huwelijk dat vaak juist die kleine dingen de intimiteit creëren tussen man en vrouw. It is not buying a diamond or taking your wife to exotic places. En het is niet zo dat je een diamant moet kopen of je vrouw naar hele exotische plaatsen moet meenemen. No. Intimacy is built by all the little things. Want intimiteit wordt gebouwd door al die kleine dingen. Like still saying I love you even though you already married for years. En zoals je nog steeds zegt, ik hou van je, ook al ben je al jaren getrouwd. Still holding hands when you walk together. Nog steeds je handen vasthouden als je samen loopt. Remembering birthday and wedding anniversary. En de verjaardag en de trouwdag onthouden. Saying thank you every time you receive something from your spouse. Iedere keer weer dankjewel zeggen op het moment dat je iets ontvangt. Noticing that your wife just cut her hair. En zien dat je vrouw naar de kapper is geweest. Or color her hair. Of haar heeft geverfd. Oftentimes your husband doesn't even remember or doesn't even know that the wife just cut her hair. En vaak zien of zeggen mannen daar heel weinig van op het moment dat dat gebeurd is. Please, you might think, oh Jeffrey, it's just a little thing. En dan zeg je misschien, ja maar Jeffrey, dat zijn allemaal kleine dingen. Remember this. Onthoud goed. The same key that can unlock the door is the key that will lock your door. Dezelfde sleutel die jouw deur kan openen is de sleutel die jouw deur kan sluiten. It means that if you don't do this little thing right, it can hinder you from your miracle. Het betekent dat ook op het moment dat je die kleine dingen niet goed doet, dat het uiteindelijk jou weerhoudt van het wonder. It can hinder you from your breakthrough or your success. Het kan jou weerhouden van jouw doorbraak of jouw succes. So never underestimate the small things in your hand. Dus onderschat nooit de kleine dingen in je hand. That's why Jesus said in Luke chapter 16 verse 10. Daarom zegt Jezus in Lucas 16 vers 10. If you are faithful in little things, als je trouw bent in kleine you dingen, you will be faithful in the large ones. Ben jij trouw in de grote dingen? But if you are dishonest in little things, maar als je oneerlijk bent in kleine dingen, you won't be honest with greater responsibility. Dan zul je niet eerlijk kunnen zijn met grote verantwoordelijkheden. So the little thing is actually your passport to promotion. Dus die kleine dingen zijn jouw paspoort naar promotie. And the great things about this is that everyone can do it. En de mooie hiervan is dat iedereen dat kan doen. Because it is so small. Omdat het zo klein is. You don't have to be extra smart. Je moet niet extra slim zijn. You don't have to be extra genius. Je moet niet extra geniaal zijn. You don't have to be rich to do it. Je moet niet rijk zijn om het te kunnen doen. You don't have to have many to do it. Je moet niet veel hebben om het te kunnen doen. It is so small that everyone can do it. Maar het is zo klein dat iedereen het kan doen. It means that everyone can have their success. Dat betekent dat iedereen ook zijn of haar succes kan hebben. You are not that excited. Je bent niet zo enthousiast. The difference between something good and something great is attention to detail. Het verschil tussen iets goeds en iets geweldigs is de aandacht voor detail. That's what Charles Swindoll said. Dat is wat Charles Swindoll zei. If you are
too big for a small responsibility, then you are too small for big responsibility. Als jij te groot bent voor kleine verantwoordelijkheden, dan ben je te klein voor grote verantwoordelijkheden. So be grateful for whatever God puts in your hand. Dus wees dankbaar voor wat het ook is dat God in jouw hand legt. And do it with all your might. En doe het met jouw hele denken. Because it could be your promotion for success. Omdat het jouw promotie voor succes kon zijn. Your promotion for a bigger thing. Jouw promotie voor datgene wat groter is. Many people look at me now, but they forgot to look at me when I was younger. En veel mensen kijken nu naar mij en dan vergeten ze te kijken naar toen ik veel jonger was. I started ministry by stacking chairs. Ik ben begonnen in de bediening door stoelen te stapelen. By carrying all the boxes, speakers and the mixers and all those things. Door het sjouwen met de speakers en met de geluidstafel en dat soort dingen. I did it every week, months, years. Maandenlang en jarenlang iedere week. Nobody wants to do it because it's so heavy. Niemand wilde dat doen omdat het zo zwaar was. Everyone's go home after the service finished, but I stayed just to stack the chair back. Mensen gingen na de dienst naar huis en ik was nog bezig met stoelen te stapelen en te sjouwen naar de opslag. I started with small responsibilities. Ik begon met kleine verantwoordelijkheden. Picking up preachers, keeping them company, sitting, listening to them, speaking the same message again and again, because I stuck with them. En met sprekers mee en met ze op reis zijn en hun spullen dragen en in de gesprekken naar ze luisteren en 100.000 keer dezelfde boodschap horen omdat ik bij ze bleef hangen. That's what I started. Dat is hoe ik begon. That's my alpha. Dat is mijn alpha. But I'm grateful for that. Maar ik ben daar zo dankbaar voor. I learned so much from Ik heb zoveel geleerd daarvan. Not many will do it. En niet velen die bereid zijn om dat I'm te doen. I'm glad I took the chance to do it. En ik ben blij dat ik die kans heb gepakt om dat te doen. Another thing that I want to say to you is this. Nog iets anders wat ik wil zeggen is het volgende. If you look at this seed. Als je kijkt naar dit zaadje. Remember. Onthoud goed. Where it come from. Waar deze vandaan kwam. Because God. Give me the picture. Want again. Als we het plaatje van de boom nog even kunnen zien. God wrapped this up. Want God heeft deze boom squeeze it. Fijn geperst. Ingepakt. Into a very small thing. In een heel klein ding. So the future of this. Dus de toekomst hiervan. Is not in front of it. Ligt niet hiervoor. But this future is inside of it. Maar de toekomst ligt hierin. The future of the seed is not in front of the seed. De toekomst van het zaadje is niet voor het zaadje. But the future of the seed is inside. Maar de toekomst van het zaadje ligt in het zaadje. Your future is not in front of you. Jouw toekomst ligt niet voor Your jou. Your future is inside. Jouw toekomst ligt in jou. That's why stop looking around. Daarom moet je stoppen met om je heen kijken. Don't be jealous with others. Niet jaloers zijn op anderen. But start to look in the inside of you. Maar begin te kijken binnen in jou. For God has in store a potential inside of you. Want God heeft een potentie in jou gelegd. And you have to bring it out. En dat is iets wat jij naar buiten moet brengen. A seed needs to be planted in a good ground. Want zaad moet gezaaid worden in goede grond. For it to grow big and bear fruit. Zodat het groot kan groeien en vrucht kan dragen. That's why you need to be planted in the church. Daarom moet je geplant zijn in de kerk. And if you find a good church like this one. En als je een goede kerk vindt zoals deze. Don't just visit. Wees dan niet een bezoeker. Just plant yourself in. Maar plant jezelf. Contribute. Draag bij. Be a member. Wees een lid. Because you know what? Weet je waarom? Seed is cheap. Want zaad is goedkoop. Good soil is expensive. Maar goede grond is duur. Seed is cheap. Zaad is goedkoop. Good soil is expensive. Maar goede grond is duur. And it's hard to find. Het is moeilijk te vinden. I tried to buy a land here in Den Haag. Ik wilde hier een stukje land in Den Haag kopen. Very expensive. Heel duur. Very expensive. Heel duur. I cannot afford it. Ik kan het niet betalen. Good soil is very expensive. Goede grond is heel duur. It's hard to find. Het is moeilijk te vinden. So if you find one like this one. Dus als je iets vindt zoals hier. Don't just visit. Wees niet een bezoeker. Because if this seed. Want als dit zaadje. If I put this seed on the pulpit. Als ik dat zaadje hier laat liggen op de pulpit. Until tomorrow. Tot morgen.
Next year. Volgend jaar. Still the same. Ligt het daar op precies dezelfde manier. One change. Niets gebeurd. Er is niets veranderd. Nothing happened. Niets gebeurd. That's why you can visit a church. Daarom kun je een kerk bezoeken. And do nothing, just visit. Niets doen, gewoon bezoeken. Week in, week out. Week in, week uit. Month in, month out. Maand in, maand uit. Year in, year out. Jaar in, jaar uit. Nothing happened. En niets gebeurt er. And you said, why is everybody so excited? En dan denk je, waarom is iedereen zo enthousiast? Why they are talking about growth and bear fruit over groei en vrucht dragen. Mine is the same. Maar bij mij is het altijd hetzelfde. What are they talking about? Waar heb je het over? I'm hearing the same preaching. Ik hoor hetzelfde preek. But why? Maar hoe? I don't understand what they're talking about. Ik weet niet waar ze het over hebben. I'm still here. Ik ben nog steeds hier. Only older. Alleen ouder. Because you never contribute. Omdat jij nooit hebt bijgedragen. You never plan yourself. Omdat je nooit jezelf hebt geplant. Even if you have the best seeds in your hand. En zelfs als je de beste zaden in je hand hebt. If you don't have a good soil to put your seed into. Als je niet een goede grond hebt om je zaad in te your stoppen. Your seed will not mean anything. Dan betekent jouw zaad uiteindelijk niets. Your seed will not turn into anything good. Jouw zaad zal uiteindelijk nooit in iets goeds veranderen. So be grateful if you can find a good church, a good soil. Dus weet goed als je goede wees dankbaar als je goede grond en een goede kerk kunt vinden. Sow yourself into. En zaai jezelf daarin. Be a member. Wees er lid van. Contribute. Draag bij. What sowing a seed means. Wat betekent het om een zaad te zaaien? A professional soccer player. Een professioneel voetballer. They get salary millions a month. Zij kunnen misschien wel miljoenen per maand verdienen. But I find it very interesting that if they have to sit on the bench. Maar ik vind het interessant om te zien dat als zij moeten zitten op de bank. They don't have to play. Ze hoeven niet te spelen. The coach asks him this Sunday to sit on the bench. De coach heeft gevraagd zondag om op de bank te zitten. And they don't have to run around chasing the ball. Ze moeten niet rondrennen de achter de bal aan. They don't have to be sweat. Ze hoeven niet te zweten. They don't have to jump. Ze hoeven niet te springen. They don't even tackle or be tackled by the opponent. Ze tackelen niet, ze hoeven ook niet getackled te worden. They have no risk of injury. Ze hebben nergens last van, geen blessures. And they're still getting paid the same. En nog steeds krijgen ze datzelfde salaris. All they need to do is just watch the game. Het enige is om lekker voetbal te kijken. Well, I found it very interesting. En ik vind het toch heel interessant. Because they don't like it. Want dat vinden ze niet leuk. And if the coach let him sit on the bench for a few weeks. En als de coach een aantal weken lang op rij op de bank laat zitten. They begin unrest. Dan worden ze onrustig. They were thinking of changing clubs. Ze gaan nadenken over misschien een overstap maken naar een they andere club. They still got the same salary. En ze krijgen nog steeds hetzelfde salaris. They don't have to play. Ze hoeven helemaal niet te spelen. But they don't happy. Maar ze zijn niet blij. Because happiness is not about sitting on the bench. Want blijdschap zit hem niet in op die bank zitten. Happiness comes when they can play the game. Blijdschap is wanneer ze het spel kunnen spelen. Happiness comes when they can contribute. En blijdschap is wanneer ze kunnen bijdragen. Happiness comes when they're actually active. En blijdschap is wanneer ze actief zijn. Happiness happens because they can give something to their team. En blijdschap is wanneer ze iets kunnen geven aan het team. So if you just sit and be passive, you won't be happy. Want als jij zit en passief bent, dan zul je niet blij zijn. Happiness comes when you contribute. Want blijdschap komt omdat je bijdraagt. So don't just sit. Dus zit niet alleen maar. But contribute. Maar draag bij. That's why every time we have a chance to sow our seed, we will do that. Daarom dat iedere keer als we naar de kerk kunnen komen om ons zaad te zaaien, dan zullen we dat doen. You know, in this trips. I don't know how many times have I been in services. En deze reis, ik weet niet eens meer hoe vaak ik in een dienst ben geweest. But I believe that I came to the right soils every time. Maar ik heb het idee gehad dat ik iedere keer weer in goede grond ben And geweest. And every service they have collector. En in elke dienst hebben ze collector. And every service we put our seeds in. En iedere dienst zaaien we daarin.
Because I understand this principle. Omdat ik weet wat het principe is. That's why you cannot be jealous of my blessing. Daarom dat jullie niet jaloers kunnen zijn op mijn zegen. Because I know the principle of seed. Omdat ik het principe van zaad ken. After this you go home, I'll still be preaching here. Na dit ga je naar huis en dan ben ik nog steeds aan het spreken. And they will do again collector. En dan komt er weer een offer. And I can promise you, I will put my money again. Ik kan je beloven dat ik opnieuw mijn geld zal geven. Omdat seeds will not mean anything if you don't plant it. Omdat die zaadjes helemaal niets betekenen als je ze niet zaait. So what have we learned today? Dus wat hebben we vandaag geleerd? Allereerst, always pay attention to little details. Let altijd goed op kleine details. Whether it's about health. Als het gaat om gezondheid. See, let's talk about health. Laten we praten over gezondheid. Virus. Bacteria is very small. You cannot see it with your eyes. Een virus of bacteriën, je kunt ze niet eens met je blote ogen zien. But they can make you sick. Maar ze kunnen je behoorlijk ziek maken. See, little things. Kleine dingen. Make you sick. Ze kunnen je ziek maken. So pay attention to all the little things. Dus let goed op die kleine dingen. In your business. In jouw bedrijf. In your job. Op jouw werk. Your family. Je gezin. In your marriage. Je huwelijk. In your ministry. Jouw bediening. Pay attention to all the little things. Let op de kleine details. Number two. En het tweede. Take seriously. Be grateful. Neem het serieus en wees dankbaar. With all the little things that you have in your hand. Al die kleine dingen die je in jouw hand hebt. Do it with all your mind. Doe het met al jouw inzet. Don't think like this. Denk niet als dit. Oh, I will do my best if I've been given greater responsibility. Ik zal mijn best doen als ik grote verantwoordelijkheid gekregen heb. No. You will never get greater responsibility. Nee, die grotere verantwoordelijkheid zul je nooit ontvangen dan. No, think like this. Denk als volgt. I will do my best. Ik zal mijn best doen. With the little thing that I have in my hand. Met dat kleine ding dat ik in mijn hand heb. Because this is my training session. Want dit is mijn training. Because if I be given the big one, I already get used to it. Want als het grote mij gegeven wordt, dan ben ik er al aan gewend geraakt. Thirdly. En de derde. Sow your seed. Sow yourself in a good ground. Zaai jouw zaad. Zaai jouzelf in goede grond. Remember. What you do today, want in onthoud faith, het goed, wat je vandaag doet in geloof, can open the door of your breakthrough. Dat kan de deur openen van jouw doorbraak. Or can close the door of your breakthrough. Maar het kan ook de deur sluiten van jouw doorbraak. I hope you be blessed today. En ik hoop dat je daar gezegend mee bent. Amen. 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 Hoe mooi was dat? Wat een krachtig woord. Ik weet en ik hoop dat het ons allemaal heeft uitgedaagd, uitgenodigd om in onze reis met God verder te gaan. In ons geloof in Hem, meer te vertrouwen. Zoiets moois. Hey, komende zondag is het Vaderdag. Maak je klaar. Het wordt super tof. En zeker als jij vader bent, staat er iets leuks op de agenda. Dus mis het niet. Direct na de dienst hebben we onze drive-thru. Pak je auto, neem je kids misschien wel mee. Gezellig een burgertje halen. Want zondag wordt een mooie zondag. Ik zie je dan.